Welkom bij de toelichting over het nooddecreet Oekraïne. Deze video is een montage van de webinar van maandag 22 april. Je vindt een opsomming van de behandelde thema's in de beschrijving bij deze video. Je kan eenvoudig via de tijdsbalk in YouTube het gewenste hoofdstuk selecteren. Beste deelnemer, welkom op het webinar over het nooddecreet Oekraïne. Wij geven u graag wat uitleg bij alle maatregelen die genomen zijn of die er komen. Ik schets u even het programma. Ik geef zo dadelijk minister Weitz het woord. Daarna is het de beurt aan Nikita Vos van Agodi. Zij vertelt u alles over de maatregelen voor het basisonderwijs, behalve de informatie over infrastructuur. Die toelichting krijgt u van Peggy de Tollenaren van Agion. Het is mogelijk dat u Peggy niet te zien krijgt, onze excuses daarvoor, maar zij heeft jammer genoeg problemen met haar camera. Haar toelichting zal daarom niet minder duidelijk zijn. Na de toelichting maken we graag ruimte voor vragen. U mag tijdens het event zeker al vragen intippen via de chat. Luister wel eerst goed naar de uitleg, want wellicht krijgt u het antwoord daar al op uw vragen. Misschien is het niet mogelijk om nu op alles te antwoorden, maar we noteren alvast al uw vragen en dan kunt u later in de loop van de week alle antwoorden terugvinden op de website van Onderwijs. We nemen dit event ook op. Zo heeft u de kans om het daarna nog eens te herbekijken of het eventueel door te geven aan geïnteresseerden. Ik wens u alvast een boeiende sessie. Dan geef ik nu graag het woord aan meneer minister Ben Weitz. Dankjewel. Goedenavond iedereen. En bedankt alvast voor de overweldigende respons en dus de bereidheid om toch ook mee te werken aan dit verhaal. Wat dacht ik enkel voor het basisonderwijs reacties van 350 mensen. En ik zie dat het aantal genodigden nog stilletjes aan het binnenlopen is. Heeft natuurlijk te maken met het feit dat jullie wel veel verantwoordelijkheden ook hebben nu in de dagelijkse praktijk. Ja, Oekraïne-crisis, het is ons wat. We hebben de coronacrisis nog niet verteerd. Corona woekert nog altijd en speelt jullie ongetwijfeld parten. Maar daar is al de nieuwe crisis die zich aandient, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat we ook deze crisis succesvol het hoofd gaan kunnen bieden. En ja, er is ook een voordeel misschien aan deze crisis. Je moet ook in een plas water de zon kunnen zien schijnen. En dat is in deze dat het wel gaat over een geleidelijke instroom. Bij corona werden we plots totaal overvallen door sommige golven en ook soms door een golf van maatregelen die jullie werden opgelegd en die jullie vervolgens moesten gaan concretiseren. Maar in deze gaat het veelal, behalve bijvoorbeeld voor regio's zoals in Antwerpen, daar was het direct een grote instroom van Oekraïnse vluchtelingen, maar in de rest van het land zien we wel een gestage toestroom. En ik geef u even de voorlopige cijfers mee, een heel voorlopige stand van zaken. Want ik weet natuurlijk ook, het is een beetje risicovol om nu cijfers mee te geven, omdat we weten dat heel veel directies pas de eerste schooldag van de nieuwe schoolweek, pas de avond, zelf de nieuwe data doorgeven. Maar ik geef voor wat het is, dus onder voorbouw, we hebben nu 2800 Oekraïnse kinderen, jongeren ingeschreven in het Vlaams onderwijs. We zien wel ongeveer dezelfde verhoudingen. Als je die 2800 opnieuw onder voorbaat een beetje gaat opsplitsen, dan zie je dat een klein contingent in het secundair onderwijs, 650 leerlingen in het secundair onderwijs, een 800 in het kleuteronderwijs en dus het gros, namelijk 1300 in het lager onderwijs. We zien nu wel dat die verhoudingen enigszins stabiel blijven. En dus maar een klein aandeel verhoudingsgewijs voor instroom in het secundair onderwijs. Maar opnieuw, het is onder voorbouw. We weten ook dat die cijfers pas in uitgesteld relais worden geüpdate. Eenvoudigweg omdat natuurlijk vluchtelingen die hier aankomen toch misschien in eerste instantie een andere bezorgdheid hebben, namelijk een dak onder hun hoofd, wat tot rust komen, tot rust komen van opgelopen trauma's ongetwijfeld. En pas later misschien dan gaan denken aan de onderwijsmogelijkheden. Dus daar zit een uitgesteld relais effect dat speelt. Hoe gaan we deze crisis aanpakken? We gaan het vooral samen doen. Samen doen, net zoals dat maximaal getracht hebben te doen in het kader van de aanpak van de coronacrisis.
In het kader van die coronacrisis hebben wij op het niveau van Brussel, zeg maar, op niveau van beleid, en wat ik noem een onderwijsclub samengesteld. En 50 à 60 vertegenwoordigers van zowat alle geledingen binnen het onderwijsveld. Dat gaat over de usual suspects, de koepels, de sociale partners, maar evengoed ook over Vlaamse scholierenkoepel, de kinderrechtencommissaris. En proberen we zoveel mogelijk samen dingen te bespreken en die ook zo goed mogelijk en eendrachtig mogelijk te communiceren naar het veld, naar jullie toe. Daarom is het wel van echt cruciaal belang. Alsjeblieft, hou die school direct. Dat is ons communicatiemiddel bij uitstek. Hou die school direct in de gaten. De meest actuele en beste informatie ga je altijd vinden via onderwijs.vlaanderen en via school direct. Dus hou dat absoluut in de gaten. En we hebben vanaf het ogenblik van het uitbreken van de Oekraïne-crisis, ik denk dat de oorlog verklaard geworden is en de inval van de Russen in Oekraïne was 24 februari. Om zeggensdaags nadien zaten wij samen met de administratie en ons kabinet en vervolgens ook hebben we die onderwijsclub die gefocust was met corona, hebben we die vlag ervan gehaald en hebben we daar nu de Oekraïne-club van gemaakt. En uiteindelijk in quasi dezelfde samenstelling. Maar alleen is het onderwerp ietsje anders. Maar het is opnieuw een aanpak van een crisis die we gezamenlijk willen doen. Ik zeg, ja, op het niveau, hè, de onderwijsclub is natuurlijk, je kan niet iedereen gaan betrekken. Dus zelfs met 50 à 60 mensen vergaderen, meestal in een digitale omgeving, is op zich al een moeilijke klus. Maar goed, we raken het daaruit. Maar om toch ook wat meer voeling te hebben met het veld, het kunnen antwoorden op bezorgdheden, maar ze ook kunnen detecteren, openstaan voor jullie suggesties en bemerkingen. Vandaar ook deze webinar. Dus nu in eerste instantie voor basisonderwijs, voor secundair onderwijs doen we DRA. En ja, wat is ons groot probleem in onderwijs? Vooral denk ik in onderwijs, wanneer dat je een crisis wil aanpakken, dan word je toch enigszins belet of gehinderd door regelgeving. In onderwijs, en ik moet het u allemaal niet vertellen, in onderwijs is zowat alles gebetoneerd in regelgeving en zelfs decretaal verankerd. Ik zou nu liever hebben dat ik zou kunnen optreden en regels veranderen gewoon bij wijze met een omzendbrief. Maar dat lukt dus niet. Dat heeft de grondwetgever en de decreetgever wat in de weg gestaan. En dat maakt dus dat wij veelal, als je snel wil werken en toch ingrijpend wil werken, dat je dan decretaal moet gaan optreden. En dus een parlementaire procedure doorlopen. En dat vergt wel wat tijd. Dus hoe pakken wij de zaken aan? Proberen wij dat aan te pakken? 1. Ik schrijf een voorstel uit samen met mijn kabinet en de administratie, waarmee ik vervolgens naar de onderwijsclub stap. Dat wat probeer af te toetsen. Simultaan ook met de collega's uit de regering en of uit het parlement. Met enkele parlementsleden uit de meerderheid. En proberen we daar een vergelijk te vinden. Vervolgens start de parlementaire procedure. Maar eenmaal ik een go heb van de onderwijsclub en een go heb op politiek niveau, dan gaan we ook al communiceren richting het onderwijsveld. We hebben dat nu ook gedaan, want het eerste nooddecreet dat we gestemd hebben, is eigenlijk pas formeel gestemd op 20 april, dus nog maar net verleden week. Maar we hebben al eind maart de inhoud daarvan al gecommuniceerd. Zodoende, hoe sneller dat we kunnen gaan, dat we jullie kunnen brieven over wat komen gaat aan extra middelen, extra mogelijkheden, extra versoepelingen, dat jullie dat zo snel mogelijk weten, ook al is dat onder voorbouw van een parlementaire goedkeuring. Maar als we weten natuurlijk dat we een draagvlak hebben, zowel op het niveau van de regering als binnen het onderwijsveld zelf, dan zie ik geen reden om u nog langer te verstoken laten blijven van die informatie die voor jullie toch wel cruciaal is. Maar vandaag gaan we nader in op de inhoud van dat nooddecreet. Ik moet slag om de arm houden, want we zijn nu eigenlijk al bezig met het volgende nooddecreet. Want regelgeving is complex en we willen anticiperen op zoveel mogelijk scenario's. Wel geef ik u al mee wat zijn in deze de belangrijkste elementen van dat nooddecreet. Is grosso modo ervoor zorgen dat jullie kunnen beschikken over extra middelen en meer soepele procedures. En we hebben
drie sporen om onderwijs te organiseren voor die Oekraïnse vluchtelingen. Het eerste spoor is gewoon onderwijs of opvang van de kinderen in de klas. En waarbij dat we de kinderen dus proberen mee te nemen in het Nederlandstalig onderwijs en dus ook conform onze eindtermen en onze leerplandoelstellingen. We proberen jullie op dat vlak ook maximaal mogelijk te begeleiden, ook met concrete tips en tricks, waarbij dat we zelfs via onderwijs.vlaanderen pictogrammen ter beschikking hebben, waarmee je aan de slag kan om kinderen die volledig geen enkele notie hebben van Nederlands of van Engels, om die toch wat te kunnen betrekken, ermee te kunnen communiceren, onder andere in de vorm van pictogrammen. We hebben ook zelfs een handleiding, richtlijnen van hoe omgaan met kinderen, jongeren, die kampen met toch wel wat trauma's van die oorlog. Dus heel concrete tips en tricks die we kunnen aanbieden via onderwijs.vlaanderen. Maar dus dat is het eerste spoor, namelijk opvang gewoon in onze klassen bij de Vlaamse leerlingen. Tweede spoor is een aparte opvang. Wel in onze scholen, Nederlandstalig onderwijs, maar het zogenaamde OKAN-onderwijs. Dat vooral, dat kan ook in basisonderwijs. We zien natuurlijk vooral dat zich dat afspeelt in het secundair onderwijs. Om u een idee te geven, ik had daar straks het cijfer vermeld van 650 Oekraïnse vluchtelingen die worden opgevangen in het secundair onderwijs. Dat is eigenlijk vooral in het kader van OKAN-onderwijs. En dus daar zijn ook de OKAN-doelen die vooropgesteld worden, die gevolgd worden. En derde spoor is de organisatie van Oekraïns onderwijs, niet in onze scholen, maar daarbuiten. En ik heb het dan vooral over collectieve opvanginitiatieven die het licht zien, waar men nu mee bezig is in Mechelen en in Antwerpen, maar ook in andere steden zal dat het licht zien. We hebben daar trouwens ook gesteld van, kijk, als er zulke nooddorpen met Vlaams overheidsgeld tot stand komen, dan willen we ook dat er een zekere ratio is. Namelijk dat een ratio van het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen in betrokken noodinitiatieven, dat er ook altijd minimaal oppervlakte moet worden voorzien voor de organisatie van onderwijs. Dus dat dat altijd gelijk spoort. En daar kan onderwijs worden georganiseerd in het Oekraïens, met Oekraïense leerkrachten, die trouwens doorbetaald worden door hun overheid vandaag nog altijd, en die gebruik maken van een online platform. Moeten zeggen dat we hebben daar een goede screening doorgevoerd, het aanbod van leerinhouden van het Oekraïens ministerie van Onderwijs via dat online platform, de kwaliteit daarvan is wel heel gedegen. En dus dat kan ik u alvast meegeven, dat de kwaliteit ook van het Oekraïens onderwijs, dat horen ook van enkele mensen vanuit de praktijk, dat dat wel kwaliteitsvol onderwijs is. En ook dat platform, het online platform, is vrij breed. Dat gaat van de leeftijdsgroep van 10, 11 jaar tot 16 jaar. Want in Oekraïne is het wel zo dat leerlingen vanaf de leeftijd van 16 jaar in een gewoon curriculum de overstap maken naar het hoger onderwijs. Dus eigenlijk 2 jaar vroeger dan bij ons. Dat zijn de drie sporen. Ik weet dat er ook nog een vraag is naar een vierde spoor, namelijk zou het mogelijk moeten zijn, stellen sommigen de vraag, om ook onderwijs te organiseren in het Oekraïens, maar in onze klasse. Dat is nog iets complexer, denk ik. Ook op vlak van, niet alleen in de praktijk, maar ook op vlak van regelgeving. Maar daar kijken we of dat we daar een vierde spoor kunnen openen. Maar daar moeten nog wel heel wat andere knoppen voor moeten worden bijgedraaid. Dat is ook geen simpele. Maar goed, extra regels. Minder regels, excuus. Dus we willen het voor jullie makkelijker maken om die opvang en dat onderwijs te organiseren. En het wordt zo dadelijk in detail toegelicht. We willen er vooral voor zorgen dat jullie niet gehinderd worden door complexe regelgeving en door de afwezigheid van middelen om de taak op te vatten van waar jullie je ook van willen kwijten, namelijk solidair tonen en ervoor zorgen dat die Oekraïense kinderen, jongeren, dat die gedegen onderwijs krijgen. Dat willen we vooral stimuleren. En dus
komt er eenvoudigweg op neer dat we ervoor zorgen dat diegenen, die scholen die de schoolpoort openzetten voor Oekraïnse vluchtelingen, dat die daarvoor niet financieel gestraft worden. En dus dat vanaf het moment dat die kinderen er zijn, dat de scholen in kwestie ook gefinancierd, extra gefinancierd worden voor de opvang van die kinderen. Is dat in een van de drie sporen, dat maakt niet uit. We zullen altijd zorgen voor extra financiering. Dat we er ook voor zorgen dat de procedures eenvoudiger zijn. Namelijk, als je een extra vestigingsplaats wil gaan oprichten, dat daar geen hele goedkeuringsprocedure nodig is, maar gewoon een aanmeldingsprocedure. Als je ook aan klassen wil organiseren, dat je ook daar een gewone aanmeldingsprocedure, geen complexe goedkeuring niet meer. Dat je ook bijvoorbeeld de middelen voor het ook aan onderwijs ook kan inzetten voor niet-leerkrachten. Dus dat let op lerarentekort, biedt ook dat wat meer mogelijkheden. Maar ik spreek al waarschijnlijk veel te veel in detail. En voor mijn beurt, ik geef het woord aan diegenen die er echt veel van kennen. Namelijk aan onze mensen van de administratie of van mijn kabinet. Dat weet ik nu niet. Maar ik wens u alvast van harte te danken voor uw deelname, uw overgave, ook in deze crisis. En opnieuw, denk ik, geleerd hebbende die afgelopen 2 jaar coronacrisis, daaruit geleerd hebben, dan weet ik dat we ook deze crisis solidair samen het hoofd gaan kunnen bieden. Dank u wel. Ook ik heet u graag welkom op de webinar. Ik overloop heel graag met u de maatregelen, eigenlijk het geheel, het regelgevend kader. Dat geldt voor het basisonderwijs voor schooljaar 21-22 en dat relevant is voor die scholen die nu al of in de nabije toekomst onderwijs zullen organiseren voor leerlingen uit Oekraïne. De minister schetste daarnet al een kader in cijfers. We zien inderdaad dat het aantal inschrijvingen in het basisonderwijs gestaag toeneemt tot op vandaag. En wij verwachten ook dat die toename zich zal verder zetten in de volgende maanden en zeker met oog op het volgende schooljaar. Dus het is zeker relevant in die context dat de nieuwe regelgeving gecombineerd met de reeds bestaande regelgeving heel duidelijk voor jullie wordt samengevat. Die nieuwe regelgeving die is goedgekeurd, zoals de minister net aangaf, op 20 april, dat was vorige week woensdag, dus vers van de pers. En die wordt meteen ingevoerd met terugwerkende kracht. En die zal van toepassing zijn vanaf 4 maart 2022. De datum, als het ware, waarop de impact van de Oekraïne-crisis voor het Vlaamse onderwijs meteen heel duidelijk was. Dus vandaar met terugwerkende kracht vanaf 4 maart. Ik vestig jullie aandacht graag op een aantal aandachtspunten voor deze presentatie in het bijzonder, want ik kan jullie helaas op het uurtje tijd dat we samen kunnen doorbrengen niet alles uitleggen dat er in het nooddecreet Oekraïne vermeld staat. Wij focussen dus op het basisonderwijs en op het huidige schooljaar, dus schooljaar 21-22, en proberen zo bondig mogelijk, maar ook zo volledig mogelijk, met de nodige aandachtspunten jullie een pasklaar antwoord te geven over de regelgeving die nu van toepassing is. Ik merk graag op van in het begin, de minister heeft het ook net heel uitdrukkelijk benadrukt, het is aanvullende regelgeving. Dat wil dus zeggen dat de bestaande regelgeving de bepalingen over de anderstalige nieuwkomers in het decreet basisonderwijs, dat die blijven bestaan. Dus ook zij zijn van toepassing voor leerlingen uit Oekraïne. Er komen een aantal thema's aan bod. Ik probeer jullie de toelichting op een logische manier aan te bieden. We beginnen namelijk bij de inschrijving, want ook daar begint het verhaal van elke Oekraïense leerling op je school. De inschrijving wordt gerealiseerd of de inschrijving wordt misschien in sommige gevallen niet gerealiseerd. Wanneer de inschrijving wel gerealiseerd wordt, gaan we over naar registratie en verificatie van alle noodzakelijke gegevens. Ik vermeld ook graag iets over de mogelijkheid om een tijdelijk verslag op te maken voor leerlingen uit Oekraïne. En dan vervolgens gaan we het uitgebreid hebben over de middelen die scholen kunnen ontvangen voor leerlingen uit Oekraïne. Ten slotte heb ik het heel kort over ondersteuning voor lokale besturen. Want vanuit het beleidsdomein willen we ook de lokale besturen die een zeer belangrijke rol opnemen in deze Oekraïne-crisis de nodige ondersteuning bieden, zodat die leerlingen
naar het onderwijs kunnen worden toegeleid. We starten dus zoals aangegeven met de inschrijving. Misschien is er in de voorbije weken al een Oekraïense leerling op je schoolsecretariaat verschenen. Misschien komt er nog eentje in de komende week of zeker wel in de maanden die volgen. We gaan per leerling steeds moeten kijken of de inschrijving voor de leerling kan worden gerealiseerd. We moeten dus even nagaan, uiteraard de toelatingsvoorwaarden. Daarnaast, is de capaciteit op school al bereikt? Is de capaciteit nog niet bereikt, dan is het heel eenvoudig. Dan gaan we de leerling inschrijven. Inschrijvingen gebeuren chronologisch tot de capaciteit bereikt is. Is de capaciteit al wel bereikt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. In principe moet elke bijkomende inschrijving, zodra de capaciteit bereikt is, uiteraard geweigerd worden. In dat geval wordt een mededeling van niet gerealiseerde inschrijving voor de leerling opgesteld. Maar er zijn ook twee andere mogelijkheden. In het gewoon basisonderwijs bestaat overcapaciteit en anderstalige nieuwkomers zijn een overcapaciteitsgroep voor de scholen gewoon basisonderwijs. Dus kan je deze leerlingen in overcapaciteit gaan inschrijven. Daar is het belangrijk te weten dat de wachtlijst, indien die nog geldig is, niet gerespecteerd moet worden wanneer een leerling in overcapaciteit wordt ingeschreven. Je kan dus echt naar een individuele leerling gaan kijken. Je kan ook de capaciteit gaan verhogen. Scholen in het gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen daarvan gebruik maken. Wanneer je de capaciteit verhoogt, moet je wel heel attent zijn voor de wachtlijst. Je verhoogt immers gewoon de capaciteit, waardoor je de volgorde van de geweigerde leerlingen moet blijven opvolgen. Heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Nu, de bestaande regelgeving in het decreet basisonderwijs, die bevat ook twee heel uitdrukkelijke begrippen, concepten, die ik graag een beetje toelicht. Namelijk, om te beginnen, de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers. Wanneer ik zo net zei, je moet gaan nadenken, is de capaciteit al bereikt? Dan kan je kijken naar de capaciteit van het relevante capaciteitsniveau, maar sommige scholen hebben ook een capaciteit AN bepaald, voorafgaand aan de inschrijvingen. Wanneer dat het geval is, ga je in eerste instantie kijken voor leerlingen die in aanmerking komen voor de voorwaarden anderstalige nieuwkomer. Ga je kijken, is de capaciteit anderstalige nieuwkomer al bereikt? Is dat al wel het geval, dan kan je de inschrijving weigeren. Maar daar geldt een dubbele voorwaarde, een cumulatieve voorwaarde. We spreken dus over een voorwaardelijke capaciteit. Wat zijn die voorwaarden? Wel, in eerste instantie moet de capaciteit anderstalige nieuwkomer dus bereikt zijn in je school. In tweede instantie moet er ook een plaats gegarandeerd worden in een andere school in de buurt, rekening houdend met de voorkeur van de ouders. Dus enkel als beide voorwaarden worden ingelost, kan de inschrijving geweigerd worden op basis van capaciteit anderstalige nieuwkomers. Een tweede concept is de overcapaciteitsgroep anderstalige nieuwkomer, ook enkel voor het gewoon basisonderwijs. En daar is het belangrijk te weten dat een overcapaciteitsgroep steeds kan benut worden door de school. Maar de school is niet verplicht en maakt de afweging voor iedere leerling die de vraag tot inschrijving stelt. Oké. Wat komt er nu bij dat kader over het inschrijvingsrecht door de bijkomende maatregelen? Wel, die overcapaciteitsgroep AN, anderstalige nieuwkomer, waar ik het net over had, die wordt iets uitgebreid. Jullie weten dat de definitie van de anderstalige nieuwkomers in het decreet basisonderwijs, dat die een leeftijdsvoorwaarde bevat. En die is zelfs bijzonder belangrijk. Kinderen jonger dan 5 jaar voldoen niet aan die voorwaarde in principe. Het nooddecreet Oekraïne breidt die definitie uit en zorgt ervoor dat ook de allerjongste, ook de kinderen jonger dan 5 jaar in aanmerking komen om beschouwd te worden als leerling anderstalige nieuwkomer. Je kan dus ook voor de allerjongste
inschrijven in overcapaciteit. Ik geef ook een aantal aandachtspunten mee bij de inschrijving en hier vraag ik bijzondere aandacht ook voor de scholen van het buitengewoon basisonderwijs, want voor hen is dit hele nieuwe materie. Scholen gewoon basisonderwijs zijn hiermee al vertrouwd, maar ook voor hen zijn er een aantal nieuwigheden. Op de slide vestig ik daar je aandacht op door te werken met kleur. In eerste instantie bewijsstukken bewaren. Bij de inschrijving laat je de ouders van anderstalige nieuwkomers steeds de verklaring op eer invullen. En die verklaring op eer die kennen we al langer, die gaat als bijlage bij de omzendbrief. Nu introduceren we twee documenten, dat is een nieuwigheid, want we maken voortaan een onderscheid tussen de anderstalige nieuwkomers jonger dan 5 jaar en de anderstalige nieuwkomers vanaf 5 jaar. Dus twee verschillende verklaringen op eer. Zorg ervoor dat het juiste document wordt ingevuld. En we raden ook steeds aan om, zodra je vaststelt dat een leerling voldoet aan die voorwaarden voor anderstalige nieuwkomer, volgens het nooddecreet Oekraïne, dus ook leerlingen jonger dan 5 jaar, van zodra die leerling voldoet, laat dan de ouders de verklaring op eer invullen. Waarom? Wel, mogelijk komt de leerling ook voor een andere definitie in aanmerking, maar kan je dat op dat moment nog niet weten. Dus voor de zekerheid raden we daaraan om steeds de ouders de verklaring op eer te laten invullen wanneer aan de definitie voor anderstalige nieuwkomer met uitzondering van de leeftijdsvoorwaarden wordt voldaan. Goed, anderstalige nieuwkomers in het huidige decretale kader kennen we als een anderstalige nieuwkomer, maar ook leerlingen die verblijven in het asielcentrum zijn een anderstalige nieuwkomer. In het geval een leerling verblijft in een asielcentrum, vraag je het attest van het asielcentrum op en ook dat bewaar je. Een nieuw begrip, tijdelijk ontheemde. Ik ga daar zo dadelijk nog meer informatie over bieden. Nu wil ik je alvast even geruststellen. Er hangt geen bewijslast vast over dat statuut tijdelijk ontheemde bij ouders of scholen. Dus ouders en scholen worden daar ontlast. Die informatie die nodig is om te bepalen of een leerling tijdelijk ontheemd is, wordt vanuit de centrale databank aangeleverd. Hier is het aandachtspunt. Zorg ervoor dat de nodige bewijsstukken op school aanwezig zijn en bewaard worden. Wanneer de leerling is ingeschreven, ga je over tot de registratie van alle inschrijvings- en leerlingengegevens. Die registratie die is altijd belangrijk. We vragen steeds opnieuw aandacht voor een snelle en correcte registratie. Dat is omdat de gegevens in Discimus dienen als een basis voor de berekening van de middelen. En zeker in het kader van de middelen voor anderstalige nieuwkomers, maar ook de middelen in het kader van het nooddecreet Oekraïne, is een zeer snelle registratie bijzonder belangrijk. Omdat de middelen namelijk al meteen kunnen worden aangewend in de praktijk. Bij de concrete registratie vragen we naast tijdigheid, snelle registratie, ook inhoudelijk jullie aandacht. Onder andere voor de registratie van het INSZ-nummer, dat is het Rijksregisternummer of het BIS-nummer. We vragen daarom zodra het beschikbaar is, dit gegeven zo snel mogelijk te registreren. Dat maakt het makkelijk om de leerling binnen de databanken te koppelen. We vragen ook bijzondere aandacht voor de schrijfwijze van de persoonsgegevens, omdat ook dat de databanken helpt om met elkaar te communiceren en de leerling terug te vinden. We weten dat dat niet altijd evident is. De documenten die leerlingen uit Oekraïne met zich meebrengen, indien zij al documenten kunnen meebrengen, dat zijn documenten in het Cyrillisch schrift, Oekraïens of Russisch. Dus wij begrijpen dat dat niet altijd evident is, maar er zijn tools online beschikbaar, bijvoorbeeld, om je daarin te ondersteunen en die schrijfwijze zo correct mogelijk te krijgen. Noteer ook de nationaliteit correct in het softwarepakket van je school. Afhankelijk van je pakket is daar de default instelling anders georganiseerd. Hè. Is daar standaard voorzien nationaliteit Belg, wees er dan extra alert voor dat je dat gegeven moet aanpassen.
Het laatste puntje op deze slide, maar daarom niet minder belangrijk, in tegendeel zelfs, het kenmerk anderstalige nieuwkomer. Scholen voor gewoon onderwijs zijn daarmee vertrouwd. Dat duid je steeds aan in het schoolsoftwarepakket voor een anderstalige nieuwkomer, maar dat is volledig nieuw in het buitengewoon basisonderwijs. Dat duid je steeds heel nadrukkelijk aan, ook voor de leerlingen jonger dan 5 jaar die voldoen aan de definitie. Na de registratie in het schoolsoftwarepakket worden de gegevens doorgezonden naar Discimus. Nu vraag je je soms waarschijnlijk af, ja, maar zijn die documenten, zijn die gegevens liever wel goed toegekomen in Discimus? Wel, dat kan je nagaan via het feedbackrapport in Mijn Onderwijs, waarmee je altijd al de inschrijvingen kon raadplegen. Daar wordt ook de gegevens, of daar worden de gegevens dan toegevoegd voor de anderstalige nieuwkomers en de leerlingen uit Oekraïne. Voor de verificatie hoef je niet zelf iets te ondernemen. Het volstaat dat je de documenten, de bewijsstukken op school bewaart wanneer een verificateur steekproefgewijs je school toch van naderbij zou bekijken, dan gaat de verificateur je daar zelf over contacteren. Vandaar dus belangrijk om de documenten goed te bewaren, maar zelf hoef je dus niets te ondernemen. Nu vertelde ik zo net dat het mogelijk zal zijn voor scholen buitengewoon basisonderwijs om ook anderstalige nieuwkomers in de school te ontvangen. En dat ook in het nooddecreet Oekraïne daar bijzondere aandacht voor is. En je vraagt je waarschijnlijk af, ja, hoe zit het dan met die toelatingsvoorwaarden? Wel, het wordt mogelijk door het nooddecreet Oekraïne om voor leerlingen uit Oekraïne ook voor het volgende schooljaar en tijdens het volgende schooljaar nog een tijdelijk verslag op te maken dat toegang verleent tot het buitengewoon basisonderwijs of een IAC in het gewoon basisonderwijs. Normaal gezien, en nu val ik een beetje terug op de regelgeving in het kader van coronamaatregelen, de coronadecreten, waarvan het recentste het coronadecreet 9, waarin al een uitzonderingsmaatregel was voorzien. Normaal is het zo dat voor het opmaken van een verslag een handelingsgericht diagnostisch traject wordt doorlopen en op het een onderdeel van dat traject kan inhouden externe diagnostiek, die niet altijd toegankelijk is in de voorbije jaren. In dat geval was het al mogelijk om af te wijken en een tijdelijk verslag op te maken in afwachting van die diagnostiek, die dan tijdens het betreffende schooljaar wel moest worden aangevuld. Die maatregel wordt specifiek voor de leerlingen uit Oekraïne, die gevat zijn door het nieuwe decretale kader, uitgebreid. Goed, dan heb ik het graag met jullie over de middelen die voorzien worden voor de basisscholen. Ik vestig er opnieuw graag de aandacht op. Het is zo belangrijk, daarom blijf ik het benadrukken, dat het bestaande decretale kader ook van toepassing is op de leerlingen die naar aanleiding van de Oekraïne-crisis in de Vlaamse scholen worden ingeschreven. Daarnaast voorziet het nooddecreet Oekraïne in bijkomende middelen per leerling die berekend worden op basis van een nieuwe telperiode. En die telperiode start op 4 maart en eindigt op 30 juni 2022. We gaan dat zo dadelijk van naderbij bekijken en ook heel duidelijk overlopen welke kinderen welke middelen genereren. Eerst breng ik even de bestaande regelgeving in herinnering. Ik merk op dat die enkel van toepassing is in het gewoon basisonderwijs. En daar zien we die twee definities waar ik het daarnet al over had. Dat zijn de definities voor anderstalige nieuwkomer die jullie bekend zijn. Ik vestig jullie aandacht op de leeftijdsvoorwaarden. Opnieuw, dat is een belangrijk aspect dat in het nooddecreet Oekraïne verschilt van de bestaande regelgeving. In de bestaande regelgeving zijn anderstalige nieuwkomers leerlingen vanaf 5 jaar. Ook binnen die bestaande regelgeving worden lestijden AN aangevraagd of per school of per scholengemeenschap, zodra een eerste aantal leerlingen is bereikt. Per school zijn dat er 4 of 6, per scholengemeenschap per 12. Vervolgens kan er steeds
op basis van een aanvraag per netto aangroei van 4 leerlingen opnieuw een aanvraag worden gedaan. Die aanvraag gebeurt via het gekende formulier dat in bijlage gaat bij de omzendbrief. Die procedure wijzigt niet en blijft dus gewoon verder bestaan. Wat betekent dat nu voor de leerlingen uit Oekraïne die sinds 4 maart zijn ingeschreven in de Vlaamse scholen? Wel, ik merk al meteen op, jullie zien hier een schema, we gaan dat schema in de volgende slides verder uitbouwen. Dus ik leg jullie graag uit hoe dit schema goed te lezen. De leerlingen die uit Oekraïne in ons land zijn toegekomen en in Vlaanderen onderwijs volgen, die hebben de teldag 1-2 natuurlijk niet meegemaakt. Ze zijn pas nadien toegekomen. Zij tellen dus niet mee voor de reguliere omkadering en werkingsmiddelen op basis van de telling 1-2. Waarvoor tellen zij wel mee? We kijken in de tabel naar de lestijden en toelagen AN en we zien daar steeds een kruisje verschijnen wanneer een leerling anderstalige nieuwkomer is. In het bestaande decretale kader opnieuw die leeftijdsvoorwaarden. We zien dus kleuters van 5 jaar en leerlingen vanaf 6 jaar aantikken voor lestijden AN. U weet ook dat alle kleuters nog steeds kunnen meetellen voor de instaplestijden. Voor de andere middelen zien wij steeds een streepje staan wanneer leerlingen niet worden meegenomen in de telling. Kijken we naar het nieuwe decretale kader, het bijkomende decretale kader, dan een belangrijk verschil, ook van toepassing op het buitengewoon basisonderwijs. Oké, wanneer is een leerling dan in aanmerking komende leerling? We spreken niet meer alleen over anderstalige nieuwkomers, nee. We zien wel de twee definities van anderstalige nieuwkomer weer verschijnen, dit keer zonder leeftijdsvoorwaarden. En rechts onderaan zien we ook het begrip tijdelijk ontheemde. Het begrip dat jullie even mochten vergeten daarnet. Wat zijn die tijdelijk ontheemde of statuutleerlingen, zoals wij ook wel eens zeggen? Dat zijn leerlingen die beschermd worden door de Europese Unie. Volgens een richtlijn vermeld op de slide. We gaan verder op het schema dat we zo net al voorstellen. En op dat schema zien we dat er nu bij de bijkomende regelgeving een nieuwe kolom is verschenen. Dat zijn de bijkomende lestijden volgens de schalen. Welke leerlingen genereren die middelen? Wel, dat zijn alle leerlingen die in aanmerking kwamen. Dus dat zijn alle leerlingen die tijdelijk ontheemden zijn, ongeacht de leeftijd, en ook alle leerlingen die voldoen aan de voorwaarden voor anderstalige nieuwkomer, ongeacht de leeftijd. Op deze slide zien jullie dat er ook uren kinderverzorging worden toegekend. Lestijden godsdienst, cultuurbeschouwing of niet-confessionele zeeleer. Ik liep daar een beetje voorop. Die middelen worden gegenereerd in het lager onderwijs. Want we weten dat levensbeschouwing alleen maar in het lager onderwijs wordt voorzien. En daar voldoen alle anderstalige nieuwkomers en alle tijdelijk ontheemden. Op de volgende slide dan vervolgens de uren kinderverzorging, die we alleen maar in het kleuteronderwijs, in het gewoon onderwijs zien. En ook daar zie je dat alle in aanmerking komende leerlingen een kruisje hebben gekregen in het schema. Ten slotte, voor het gewoon basisonderwijs zien we daar de extra werkingstoelage. En ook die wordt toegekend aan alle leerlingen die tijdelijk ontheemd zijn of voldoen aan de voorwaarden voor anderstalige nieuwkomer zonder leeftijdsvoorwaarden. Voor het buitengewoon basisonderwijs gaan we de tabel niet helemaal opnieuw opbouwen. Nee, we gaan de verschillen opmerken. Jullie zien linksboven, het gaat hier over het buitengewoon basisonderwijs. En dat betekent dat zij in de bestaande regelgeving, dus het decreet basisonderwijs, dat daar eigenlijk geen middelen voorzien waren voor anderstalige nieuwkomers. Het eerste kader wijst er dan ook op dat in de bestaande regelgeving geen kruisjes verschenen zijn. In de bijkomende regelgeving zien we dat er wel uren
Medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel zijn verschenen en ook daar een kruisje voor alle leerlingen die voldoen aan de 3 nieuwe definities die bij de bijkomende maatregelen gelden. Wat betekent dat nu? Heel concreet op deze slide kunnen jullie terugvinden hoeveel middelen er per leerling die instapte tussen 4 maart of 31 juni genereert. Dat is een berekening dus per individuele leerling. Dat verdient zeker jullie aandacht. Maar hoe weten jullie nu hoeveel bijkomende omkadering, hoeveel bijkomende werkingstoelagen jullie school zal ontvangen? Wel, voor de bijkomende omkadering is het belangrijk te weten dat er geen aanvraagprocedure is. Dat is dus anders dan voor de lestijden anderstalige nieuwkomer in het decreet basisonderwijs. Geen aanvraagprocedure dit keer, ook geen dienstbrief. Er is wel een simulatietool voorzien. Scholen kunnen dus, wanneer zij op basis van het feedbackrapport op Mijn Onderwijs weten hoeveel leerlingen in aanmerking komen, in de simulatietool berekenen hoeveel middelen zij daarmee genereren. Agori doet de berekening van de bijkomende omkadering op basis van de registraties in Discimus, opnieuw het belang van die registratie, en vult die gegevens aan met data over de tijdelijk ontheemden uit centrale databanken. De bijkomende omkadering kan onmiddellijk worden aangewend. Ik geef jullie daar graag mee dat personeelszendingen gebeuren met de code OOM37. Voor de extra werkingstoelagen, evenmin een aanvraagprocedure. Hiervoor ontvangen jullie wel een dienstbrief liever. Ook hier kan de simulatietool als houvast gelden en kunnen jullie een berekening maken. De berekening door Agori zal gebeuren uiterlijk 31 oktober. Belangrijk is daar dat we Discimus gaan raadplegen met de data op het einde van schooljaar 2021-22. Omstreeks 15 juli zullen wij daar een foto nemen van de geregistreerde gegevens. Zo is er tijd om te zorgen dat de gegevens in het schoolsoftwarepakket volledig zijn bij het beëindigen van het schooljaar. Even vooruitblikken, want we hebben het nu over het schooljaar 21-22. Ook voor volgend schooljaar voorziet het nooddecreet Oekraïne een aantal nieuwe telmomenten. Een hertelling op de eerste schooldag van oktober. Voor die bijkomende lestijden, uren, de werkingstoelagen waar ik het net over gehad. En dan na 1 oktober start er een nieuwe telperiode tot het einde van het schooljaar. Anders en bijkomend ten opzichte van het huidige schooljaar is ook de extra toelage per anderstalige kleuter en anderstalige nieuwkomer jonger dan 5 jaar in het gewoon basisonderwijs. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om lestijden anderstalige nieuwkomer volgend schooljaar te gaan omzetten in punten. Daarmee sluit ik heel graag het stukje over de middelen af en dan rond ik mijn deel van de presentatie althans graag volledig af door jullie nog iets te vertellen over de lokale besturen die een belangrijke functie opnemen in de Oekraïne-crisis. Agori biedt hen ondersteuning bij het maken van een afsprakenkader over het aanbod en de toeleiding van de kinderen uit Oekraïne. Die ondersteuning, dat is maatwerk, dat is een aanbod op vraag, waar wij samen gaan bekijken welke noden er zijn en waar er kan ondersteund worden om daarover afspraken te maken. We lichten de bestaande en nieuwe regelgeving toe en kunnen ook helpen om binnen de lokale context de juiste lokale partners te betrekken. Indien in die richting vragen bestaan over dat aanbod of concrete ondersteuningsvragen, dan mogen die vragen gericht worden aan de LOP-deskundige voor gemeenten binnen LOP-werkingsgebied en buiten LOP-werkingsgebied aan het e-mailadres dat jullie kunnen zien op deze presentatie. Daarmee rond ik graag mijn deel van de presentatie af en ik geef het woord heel graag aan mijn collega Peggy die jullie meer vertelt over de middelen voor extra capaciteit. Dankjewel Nikita.
Goedemiddag iedereen. In de komende minuten geef ik dus inderdaad een woordje uitleg over het thema infrastructuur. Zoals Goedele in de inleiding al aangaf, laat mijn laptop-infrastructuur mij even in de steek, waardoor er geen video beschikbaar is. Van slechte timing gesproken, mijn excuses daarvoor. De instroom van kinderen en jongeren uit Oekraïne zal ook gevolgen hebben voor de infrastructuurcapaciteit in de scholen. Er zullen op korte termijn extra plaatsen in de scholen nodig zijn. Daarom wordt voorzien in extra middelen. Ik leg kort toe wat het decreet specifiek voorziet. Dus de middelen kunnen worden ingezet voor de bijkomende tijdelijke onderwijsinfrastructuur voor de opvang van de instromende minderjarigen in ons onderwijssysteem. Waarvoor kan het beschikbare budget aangewend worden? U kan het budget gebruiken voor de huur van een bestaand gebouw dat afgelopen 3 jaar nog niet werd ingezet voor basis- en secundair onderwijs. Maar ook voor de huur en plaatsing van tijdelijke modulaire units. Daarnaast is ook een vergoeding voorzien om de gehuurde bestaande gebouwen en tijdelijke modulaire units in te richten. En deze mogelijkheid wordt geboden voor zowel bestaande, nieuwe als tijdelijke vestigingsplaatsen. In het decreet zijn ook de termijnen bepaald voor de huur van de tijdelijke onderwijsinfrastructuur. Minimaal bedraagt de huurtermijn 3 maanden, maximaal 2 jaar. Een betoelaging van een verlenging van de huurovereenkomst is in functie van de nood mogelijk voor een extra termijn van 2 jaar. Niet onbelangrijk is uiteraard op hoeveel subsidie en financiering u als school kunt rekenen. Alle kosten die gepaard gaan om bestaande gebouwen of tijdelijke modulaire units in te zetten voor noodopvang worden volledig vergoed. Met andere woorden, 100% subsidiering en financiering voor de extra capaciteit die u voorziet. Er wordt wel gewerkt met maximumbedrag per vierkante meter. En het decreet vermeldt bedragen op jaarbasis en ook eenmalige bedragen. Wat wordt nu concreet voorzien? Dus voor de huur van een bestaand gebouw geldt een maximale aanvangshuur van €118 per vierkante meter bruto oppervlakte per jaar. Voor de huur van de tijdelijke modulaire units geldt een maximale aanvangshuur van €370 per vierkante meter bruto oppervlakte per jaar. Daarnaast is er een eenmalige vergoeding voorzien voor de inrichting van een bestaand gebouw en van de tijdelijke modulaire units. En het kan hier gaan om zowel losse als vaste uitrusting. En hiervoor is een bedrag, dus een eenmalige vergoeding voorzien van €44 per vierkante meter. En voor de eenmalige kosten voor nutsvoorzieningen, fundering en beperkte omgevingsaanleg van de tijdelijke modulaire units, dus niet voor de bestaande gebouwen, is er een maximale eenmalige vergoeding van €160 per vierkante meter bruto oppervlakte. En tot slot, praktisch, hoe kunt u nu subsidiering en financiering voor extra schoolcapaciteit aanvragen? De scholen uit het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs kunnen bij Aegion terecht via onze website www.aegion.be. We bieden ook een voorbeeldbestek aan voor scholen die plannen hebben om modulaire units te huren. En het is de bedoeling dat de aanvragen voor subsidiering voor het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs gericht worden naar ons specifiek mailadres oekraïne@aegion.be. De scholen van het GO kunnen terecht bij hun scholengroepen en voor informatie op de website van het GO in het luik beleidsthema's/vluchtelingen. Zo,
dat was in een notendop de bepalingen die in het decreet voorzien zijn voor extra schoolcapaciteit. Dank u wel, Peggy, voor de goede toelichting. Ik ga een aantal vragen oplijsten die gesteld zijn tijdens deze presentaties. Ik vraag daarvoor graag collega Bart Bruiland erbij. Bart, voor jou heb ik 3 vragen. Ik ga die eerst al voorlezen en dan kan jij daar rustig op antwoorden. Er was een vraag van Kathleen. Valt de leeftijdsgrens dan ook weg voor de aanvraag lestijden anderstalige nieuwkomers? Of geldt de verruimde definitie voor de aanvullende lestijden uit dit nooddecreet? Een tweede vraag die we zagen passeren was, mag je dan het aantal van 6 in totaal beschouwen? Dus 4 uit Oekraïne, van wie 1 vierjarige en 2 van een ander land. En dan is er nog een vraag, valt de leeftijdsvoorwaarde enkel voor anderstalige nieuwkomers uit Oekraïne weg of voor alle anderstalige nieuwkomers? Bart, als jij daar in het kort een aantal antwoorden op zou kunnen geven. Ik zal eerst antwoorden op de 2 vragen met betrekking tot de leeftijdsvoorwaarde. Het is zo dat de leeftijdsvoorwaarde voor het bestaanssysteem van de aanvullende lestijden, die dus bestaat al sinds jaar en dag, dat die niet wijzigt. Dus daar blijft de leeftijdsvoorwaarde van minstens 5 jaar zijn behouden. Het is in het kader van het nooddecreet dat de leeftijdsvoorwaarde wijzigt. En het is van belang om erop te wijzen dat die leeftijdsvoorwaarde enkel aangepast is voor de maatregelen van de hertelling. Dus niet voor de €950 van de kleuters. Dus de leeftijdsvoorwaarde wijzigt in het kader van de hertelling, in het kader van het nooddecreet. De andere vraag, of dat je in het kader van de aanvullende lestijden bestaanssysteem in het voorbeeld de 6 anderstaligen, of dat je de Oekraïense leerlingen en de andere leerlingen moogt samentellen, ja, dat is het geval. Dus dat is, in het bestaanssysteem wordt er gewoon gekeken naar het aantal anderstalige nieuwkomers, ongeacht of dat de Oekraïners zijn of niet. Wel van belang, want in de vraag stond iemand jonger dan 4 jaar. Zoals ik net zei, blijft de leeftijdsvoorwaarde daar wel van toepassing. Dus als er iemand van 4 jaar bij zit, dan gaan er geen 6 in de school zijn, maar 5. En dan gaat een drempel niet gehaald worden in de concrete vraag. Maar ze mogen in het kader van het bestaanssysteem samengeteld worden. Ik hoop dat dat enigszins duidelijk was. Zeker, Bart. Dank je wel. Ik heb ook nog een vraag die voor collega Marcel van Damme is. Kan je de capaciteit anderstalige nieuwkomers, als deze nog niet bepaald is, nog bepalen? Of moet dat telkens bij het begin van het schooljaar gebeuren? Goedenavond iedereen. Het is zo dat capaciteit steeds voorafgaand aan de inschrijvingen moet bepaald worden. Dat is zo bepaald in het decreet basisonderwijs. Dus ook capaciteit voor anderstalige nieuwkomers moet bepaald worden voor de start van de inschrijvingen. Concreet, als u al begonnen bent met de start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar, dan kan u niet meer voor volgend schooljaar de capaciteit anderstalige nieuwkomers alsnog bepalen als u dat nog niet gedaan heeft. Dankjewel, Marcel. We zien ook een aantal vragen binnenkomen over personeel, maar daar zijn we nog volop mee bezig. Dus we vragen u, zoals de minister geschetst heeft, ook om zeker de school direct in de gaten te houden. Ook de nieuwsbrief van Agodi. Er komt er trouwens nu donderdag nog eentje aan. We gaan ook bekijken, want u bent nu een beetje vragen beginnen te stellen. We zullen ze allemaal bekijken en we stellen alles ter beschikking via de website van onderwijs.vlaanderen. Mocht er toch nog ergens een vraag zijn die u heeft of die u niet beantwoord, waar we nog geen antwoord op kunnen geven, u mag altijd mailen naar agodi@vlaanderen.be en wij zullen u zo snel mogelijk ook een antwoord bezorgen. Dan hoop ik, beste deelnemer, dat u dit heel interessant webinar vond. Ik geef u ook heel graag mee dat wij op 30 mei een eerste ronde van Vlaanderen weer traditioneel organiseren. Dat wil zeggen, we trekken naar elke provincie en ook naar Brussel. Na 30 mei
wordt de eerstvolgende Ronde van Vlaanderen 14 juni. Wij delen nu alle data en locaties nog heel graag mee in de nieuwsbrief van Agodi nu donderdag. En de inschrijvingslinken zult u daarna ook vinden in SchoolDirect en ook via de nieuwsbrief en op onze website. Misschien vers van de pers, meneer minister heeft ook beloofd dat hij op elke Ronde van Vlaanderen present zal zijn. Wij gaan daar ook nog vragen beantwoorden over Oekraïne. Er zal zeker een item over Oekraïne aan bod komen. Wij hopen dat we binnen een maand u nog veel meer informatie kunnen geven. Dan dank ik u om naar deze uiteenzetting te luisteren. U kunt ze dus zeker herbekijken en doorgeven aan andere geïnteresseerden. En dan zien wij elkaar binnenkort opnieuw. Fijne avond nog.